Goedenavond, dames en heren, raadsleden, inwoners van Almere, aanwezig en thuis. Ik open de raadsvergadering van 14 december 2017. Dames en heren, ik wil toch even stilstaan bij de tragische gebeurtenis die mij dinsdagavond bereikte en die u woensdag ook bereikt heeft. Ernstig voor onze stad, dat heeft mij gechoqueerd en ik heb vele Almere's gesproken die het ook heeft gechoqueerd. Ik spreek over het incident met dodelijke afloop. Omwille van het onderzoek van politie en openbaar ministerie zal ik er verder geen woorden aan bezigen. Maar ik kan een avond als vanavond niet voorbij laten gaan door het te benoemen. Ik wil het daarom dan ook hierbij laten ten aanzien van dit vreselijke incident. Ik ga over naar de orde van de vergadering. Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer Bakker, leefbaar Almere. Ik kijk rond of alle andere raadsleden aanwezig zijn. Naar mijn idee is dat het geval. Dat is juist. Ik zie geen fractievoorzitters die mij erop wijzen. Dan wil ik aanvangen met de besluitvorming. Raadsvoorstel 76. De aanpassing van de verordening geldelijke voorzieningen commissieleden. Wie van u wens gebruik te maken van een stemverklaring? Niemand van u? Is stemming gewenst? Dat is niet het geval. Dat betekent dat u met algemene stem is aangenomen. Ik over naar raadsvoorstel 71. Opheffing geheimhouding gemeenteraad 2014-2015. Wie van u wens gebruik te maken van een stemverklaring? Niemand van u? Is stemming gewenst? Dat is niet het geval. Algemene stem aangenomen. Aan de orde is RG 298, een motie vreemd aan de orde van de dag van de PVV, Nederlandse en Almeerse vlag. Wie van u wenst gebruik te maken van een stemverklaring? Ik zie de fractie van Dijk. Daarachter. Ordevoorstel. Ach, meneer Van Dijk. Nou ja, in die zin dat ik graag een hoofdelijke stemming over dit voorstel wil. Hoofdelijke stemming. Dat is mogelijk. Dat is goed. Maar ik ga eerst naar de stemverklaring. Mevrouw Kips. Ook voor de stemverklaring. Ik ga eerst inventariseren wie een stemverklaring willen geven. Ik zie de heer Van Dijk. Mevrouw Kips. GroenLinks. SP. ChristenUnie. PvdA. CDA. Ik herhaal even de partijen. CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, GroenLinks en de fractie Van Dijk. Iemand het over het hoofd gezien? VVD. Tot zover. Ik start met de heer Van Dijk. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik leg de motie uit als een poging tot nationalisme. Dat moeten we in de vergaderzaal van de gemeenteraad niet willen. Ik stem tegen. Dank u wel, mevrouw Kips. Dank u wel, voorzitter. GroenLinks staat voor een open, divers, sociaal en groen Almere. Onze idealen zien we graag omgezet in concrete daden. Daden zullen wij ongeacht degene die ze uitvoert altijd van harte ondersteunen. De aanwezigheid van de Nederlandse vlag in de raadstaal draagt volgens ons nergens aan bij, lost niets op en staat hooguit symbool voor het vanzelfsprekende. GroenLinks stemt tegen deze motie. Dank. De SP, Socialistische Partij, heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de SP stemt tegen deze motie omdat wij geen vlag nodig hebben in dit huis om ons Nederlander te voelen. Deze motie valt in de categorie flut. ChristenUnie-fractie. Zonder de dergelijke adressering, die heb ik niet nodig. Maar ik wil wel graag benadrukken dat ook de ChristenUnie van mening is dat het weinig bijdraagt. We hebben straks een mooie nieuwe raadzaal. Wat ons betreft hoeft daar geen vlag in. Dank u wel. Dank u wel. PvdA-fractie. Dank u wel, voorzitter. Wij zien onze Nederlandse vlag als een symbool dat alle Nederlanders verbindt. De vlag is voor ons een heel belangrijk symbool en we gebruiken hem dan ook niet zomaar. Bij het gebruik hoort een goed motief en uit de bespreking bleek dat achter de motie nationalistische motieven zitten. Dat vinden wij een verkeerd motief voor het gebruik van onze vlag. De vlag wordt dan immers niet gebruikt om te verbinden, maar om te verdelen. Daar werken wij niet aan mee. En deze patriotistische fractie, die onmiskenbaar voor internationale solidariteit is, stemt daarom tegen deze motie. Nee, interruptie. Ik vind dat u nu adresseert. Wie heb ik geadresseerd?
patriotistische fractie deze zijn. Deze patriotistische fractie? U zelf. Deze patriotistische fractie. Het is geen adressering. Nee, u mag uzelf zo benoemen. Die vrijheid heeft u. Als u dat vindt, van uzelf. Dank u wel, meneer Iskander. Ga ik naar het CDA. Dank u wel, voorzitter. Het CDA zal verdeeld gaan stemmen. De heer Van der Kroef zal voor deze motie stemmen. Uit trots op ons land en op onze stad. En om dat te laten zien. En hoewel ik zelf ook trots ben op onze stad en op ons land, vind ik dat de vlaggen buiten horen te hangen en niet binnen. En daarom stem ik tegen. Meneer Marotto, dank u wel. Ga ik naar de VVD-fractie. De Nederlandse vlag bindt alle Nederlanders. Ook diegenen die later Nederlander zijn geworden. De vlag symboliseert eenheid en onafhankelijkheid. Dit krachtige symbool dient wat de VVD betreft in de raadzaal te hangen. Wij zullen daarom voorstemmen. Mevrouw van Garderen, dank u wel. Gaan we over naar de hoofdelijke stemming. Iedereen daarmee akkoord met de hoofdelijke stemming? Denkt mij, ja, dat bent u. Nummer 31. Dan start ik bij de heer Malato. Mevrouw Muller. De heer Van der Pauw. Tegen. De heer Prins. Tegen. Mevrouw Raaier. Tegen. Mevrouw Van Rijn. Tegen. De heer Zoetekouw. Tegen. De heer Vegensteen. Tegen. Mevrouw Savoski. Voor. Mevrouw Aukes. Voor. Mevrouw Van Bemmel. Tegen. Mevrouw Bos. De heer Boutkamp. Voor. De heer Buitelaar. Voor. De heer Boeijertwi. Tegen. Mevrouw Degenhart. Tegen. Mevrouw De Souma. Tegen. De heer Dubbelman. Voor. De heer Van Duin. Tegen. De heer Van Dijk. A. Van Dijk. Tegen. De heer A.J. A. Van Dijk. Voor. De heer Eekhuis. Voor. De heer Everhart. Voor. Tegen. Mevrouw Van Garderen. Mevrouw Van der Heijden. De heer Hengsman. Voor. Mevrouw Van Hoof. Voor. De heer Iskender. Tegen. De heer Ismangiel. Tegen. De heer Jansen. Voor. Mevrouw Josiassen. Voor. De heer De Kat. Tegen. Mevrouw Kips. Tegen. De heer Van der Kroef. Voor. Mevrouw Kuipers. Tegen. De heer Kunst. Tegen. De heer De Leeuw. Voor. De heer Lems. Uitslag is 16 voor, 22 tegen. Dat betekent dat de motie is verworpen. Zie ik ben ik bij de opheffing van geheimhouding. De raad wordt verzocht de geheimhouding op de beëindigingsovereenkomst in zaken erfpachtrecht, tevens houdende een vaststellingsovereenkomst met camping Waterhout, op te heffen. Wie wenst gebruik te maken? Niet op te heffen. Ik kijk even naar het dictum. Ik wijs heel nadrukkelijk naar het dictum over dit raadsbesluit. Ja. Dus de geheimhouding, het dictum luidt, de geheimhouding aan de beëindigingsovereenkomst in zaken erfpachtrecht, tevens houdende een vaststellingsovereenkomst, niet op te heffen. Dat is het eerste beslispunt. Tweede beslispunt, de indiener van het WOP-verzoek. Nu gaat de bril echt af. De heer Kant van deze beslissing op de hoogte stellen via bijgaande brief. Zodoende luidt het dictum van het besluit. Is dat voor iedereen duidelijk? Ja? Behoeft dat nog nadere duiding, uitleg vanuit de griffie? In ieder geval, dictum is voor iedereen duidelijk. Akkoord. Wie van u wenst gebruik te maken van een stemverklaring? Stemming gewenst? Is stemming gewenst. Akkoord. Wie stemt voor opheffing geheimhouding. Voor, excuus, voor het raadsvoorstel. Hand opsteken alstublieft. Fractie Hengsman, fractie Van Dijk, APOPA, GroenLinks,
SP, ChristenUnie, PvdA-fractie, D66-fractie, VVD-fractie, CDA-fractie, Lepa Almere-fractie. Mag ik concluderen dat de anderen tegen zijn? De heer de raadsgevier. Dat betekent dat het raadsvoorstel is aangenomen. Goed, dames en heren, dan sluit ik hierbij de vergadering. En ik nodig u van harte uit voor de informele nazit in de hal voor de burgerzaal.